leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie samen de limited editie Mystic Forest van Catrice uittesten. Ik vond deze collectie er weer interessant uitzien en ja, ik wilde hem graag gaan proberen. En nou, in deze video ga ik hem samen met jullie uittesten. Dus ik geef ook wat meer informatie over de collectie. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten en ja, of ze bevallen en of het de moeite waard is om eventueel wat van deze collectie te kopen, dan zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee naar deze video. Ik heb het persbericht er even bij gepakt en Catrice die wil eigenlijk met deze collectie de aantrekkingskracht van het nachtelijke bos oproepen. Je betreedt een wereld van betovering door middel van verhelderende texturen en kleuren voor de ogen, wangen, lippen en nagels. Stralende finishes die zouden dansen zij aan zij met glinsterende chrome kleuren en rijke bostinten. Om een verscheidenheid aan onweerstaanbare en betoverende looks te creëren. Buitenaardse schoonheid zou hier beginnen. Hij ligt al wel heel even in de winkel. Online is hij sowieso nog te koop, maar volgens mij ligt hij er nog steeds. Want er is hierna pas de limited editie die hierna komt. Die komt pas eind november. Dus, maar het geldt altijd op is op natuurlijk voor dit soort producten. De prijs zet ik even in beeld neer. En dan begin ik met twee cream blushjes. En dat zijn deze. Ik vind de verpakkingen al echt super mooi. Kijk, het zijn deze. Ze hebben ook namen gekregen. Ik ga het heel eventjes opnoemen. Ik heb hier de kleur 02 Red Allure. Dus dat is deze. En ja, dat ziet er dan zo uit, zeg maar. Zo, oh, er zit nu nog zo'n blaadje op. Die zal ik er heel even voor jullie afhalen. Dat is wel even handig. Zo. Kijk, zo ziet hij er dan uit. Ja, ik ben er per ongeluk met mijn nagel ingekomen, zoals je kunt zien. Of nee, niet met mijn nagel, met het blaadje van, die er net op zat. Dus daarom zie je een klein dingetje erin zitten waar je niet heel blij van wordt. En dan heb ik ook de C01 Purple Touch. En dat is dan, de verpakking is verder hetzelfde. Die is een beetje jammer, want dat rode lampje zie je er nu in. En daar zit natuurlijk ook weer zo'n dingetje op. En die ziet er dan zo uit. Ik zal ze heel even ook swatchen. Dat is een zonde hè, om erin te gaan met je vinger, maar het hoort erbij. Zo. Dit is dan de swatch. Het is niet heel erg intens, dus ik weet ook niet hoe dit op mijn gezicht eruit gaat zien. Maar we zullen dat wel gaan zien. Maar dit is dus de swatch hoe die eruit ziet. De blushes beloofden hoog gepigmenteerd te zijn en mat. En ze zouden ook geschikt zijn voor elke huidskleur. En Catrice noemt de verpakking een unieke poortdesign verpakking met een mystiek bosthema. Dus nou ja, de swatch zag er wat zacht uit, maar we gaan het zo zien op het gezicht. Dan is er ook een illuminating primer, die ziet er zo uit. Die vind ik er echt heel erg mooi uitzien met dat mooie effect hier binnenin. Eventjes daar de naam van opnoemen, want het is soms een beetje lastig te lezen. Als ik het zo zie, lijkt het alsof hij geen naam heeft, wat ik zo op de verpakking zie. Mocht ik hem nog vinden, dan zet ik hem even in beeld neer, want het is een beetje moeilijk leesbaar. Het is een verhelderende huidprimer met opvallende organische textuur. Het is een hydraterende gelformule, waardoor je dus een zacht glow effect op de huid zou krijgen. Ik ben heel benieuwd. Nou, het heeft verder gewoon een basic pompje, wat er wel heel luxe eruit ziet, moet ik zeggen. Ik probeer een beetje om mijn hand aan te brengen. Oh, hij is geel, kijk. Dit is hem, hij is geel. Nou, ik ben wel heel benieuwd. Dus dan denk ik dat je uiteindelijk ook deze spiraal kwijtraakt. Maar ik ben wel heel benieuwd, want dat gele, dat is een beetje goud. Grappig. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Dan zijn er twee lipsticks en die hebben weer die hele mooie verpakking, moet ik zeggen. Het zouden hooggepigmenteerde, dekkende lipsticks zijn met een matte finish. Ze zijn dus verkrijgbaar in twee tinten. Er zit een zwarte bij en een rode. En je zou hier een gedurfd lipstatement mee maken. En inderdaad, ze doen je weer denken aan die poort, zoals ze het zeggen. Ik ga heel eventjes de namen voor jullie oplezen. De zwarte kleur heeft de Xeno 1 Deepest Secret gekregen. En de rode kleur heeft de naam Xeno 2 Dark Seduction gekregen. En zo ziet het er dan uit. Nou, dat zwart zou je ook nog wel kunnen mengen met een lipgloss of zo. Kijk, dit is een zwarte. Het is natuurlijk wel heel donker. Maar net wat ik zeg, die kun je nog wel mengen met een ander kleurtje. Eventueel als je dit te donker zou vinden. Ja, als je het echt niet leuk vindt, koop je het ook niet. En dit is dan de rode. Ook wel een mooie kleur als ik hem zo bekijk. Ik ben heel benieuwd. Dan zien de zwartjes er zo uit. Zwart en rood. Nou, dat zie je heel duidelijk natuurlijk. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dan zijn er 3 kleuren aan liquid oogschaduw. Dit zouden metallic effect vloeibare oogschaduwkleuren zijn in een elegante verpakking met een gerookte finish en mystiek gradiënt. Verkrijgbaar dus in 3 mysterieuze tinten. Nou, inderdaad, de verpakkingen zien er ook wel weer echt super mooi uit, moet ik zeggen. Deze 2 kleuren vind ik heel erg op elkaar lijken, maar het is dus meer groen. Ik zal even de namen weer oplezen. Ik heb hier de kleur C03 Woodland Magic en dat is een beetje een groenige tint. Dan heb ik hier de C02 Falling Leaves. En dat is een beetje, ja, rood-paarsachtig. Ik weet niet hoe die op de ogen eruit gaat zien. En dan heb ik hier de C01 Enchanting Lights. En dat is een beetje een gouden tint. Ze hebben dus gewoon zo'n... Dit is dan zeg maar de applicator. Het is gewoon zo'n vlokapplicator die je ook gewoon vaak bij lipgloss ziet. Ik zal ze even swatchen. Want dan kunnen jullie ook even zien hoe dat eruit ziet natuurlijk. Dat is wel belangrijk. Probeer ik ze even op volgorde te doen. Zo. Ja, voor jullie komt het heel licht over. Maar het is nu heel donker in huis. Omdat het een beetje een donkere dag is. Wat op zich hartstikke gezellig is. Maar het is eigenlijk nu een beetje onhandig. Dan zijn dit de zwartjes. 1, 2 en 3. Dan zie je inderdaad dat het echt meer paars is. Ik vind deze 2 kleuren toch ergens wel iets van elkaar weg hebben. Alleen deze is iets meer een groenige tint en dit is echt meer goud. Dus wel heel leuk. Ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd kan ik ook wel weer liquid oogschaduw meer waarderen. En dan het laatste wat er is, dat zijn 3 kleuren nagellak. En dat zijn deze kleurtjes. Ja, nou ik laat ze zo even goed zien hoor. Het zijn duochroom effect nagelkleuren en dat is ook het enige wat er over op staat. Ik heb hier allereerst de kleur C02 Falling Leaves, dus die past weer heel erg mooi zeg maar bij die oogschaduw. Dus dat is de paarse kleur. Ik zal hiervan even het kwastje laten zien. Kijk, het is een heel basic applicator waarmee je prima nagels kunt lakken. Dan heb ik hier de kleur C03 Woodland Magic. Die draag ik op dit moment. Deze. Ik moet zeggen, ik heb de gouden al gedragen. Ik heb deze nu ook weer even extra aangebracht. Ook voor de video. Die gouden, die deed het eigenlijk wel heel goed. Ik vond het effect ook heel mooi. Maar na een paar dagen kreeg ik wel chips. En daardoor zag hij er ook niet meer mooi uit om hem te blijven dragen voor de video. En heb ik ervoor gekozen om eventjes deze kleur op aan te brengen. Maar... Het blijft wel goed zitten, maar het chipt dus wel een beetje. Maar je ziet wel heel mooi dat chrome effect, vind ik. En dat vind ik zelf wel heel mooi. Het lijkt een beetje alsof je zo'n poeder eroverheen hebt aangebracht. En de laatste kleur, dat is dan de C01 Enchanting Lights. Dat is dan deze kleur. En ik moet wel heel erg zeggen, ik vind deze 2 kleuren heel erg op elkaar lijken. Want ik vind dit is dan iets meer een groen tintje. Maar dit is meer goud, deze. Maar ik vind de kleuren best wel op elkaar lijken. Dus ik zag niet eens heel veel verschil, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat zijn de producten die ervan zijn. Ik ga heel eventjes mijn haarbandje indoen. En dan gaan we ze gewoon eens eventjes aanbrengen. Want ik ben ook wel benieuwd inmiddels. Nou, dan gaan we beginnen met die primer. Ik zal je heel ietsjes uitzoomen, want zie je wel heel erg dicht op mijn gezicht. Ik doe dat altijd met een kwastje aanbrengen. En ik ben dus heel erg benieuwd of je wat van die gouden gloed gaat zien. Want dat is wel echt een beetje de vraag die ik mezelf nu een beetje stel. Ik doe dat altijd een klein beetje op een kwastje. Dus ik breng gewoon een klein beetje aan. Maar zoals ik al zei, Oh, je ziet het wel meteen op het kwastje, dus dat is wel ideaal. Kijk, hij zit er nu op. Nou, het is een beetje een donker kwastje. Ik zie hem zelf wel. Maar ik ben dus heel benieuwd of je dit dan ook gaat zien, zometeen, wat van die gloed op je gezicht. Zo, ik breng het gewoon altijd een beetje random aan. Dan doe ik het ook een beetje in mijn nek zo. Hij is wel geurloos, hij heeft geen geur, dus dat is ook wel fijn voor de mensen die daarvan houden. Nou zit hij erop. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik zo naar mezelf kijk, denk ik niet wat een glans krijg ik. Maar hij voelt wel fijn aan. Maar ik ga het zometeen eventjes kijken bij mijn grote spiegel en mijn licht. Want dan ga ik toch even mijn foundation en alles eroverheen aanbrengen. En dan kan ik wel goed zien of dat het echt ja, heel erg glimmend is. Maar zoals ik er nu naar kijk, denk ik, nee, het valt eigenlijk wel mee. Ik zie niet echt een heel erg glimmend effect. En dat had ik misschien verwacht omdat hij goud is. Maar dat laat ik jullie dan later nog eventjes weten. Ga ik nu in ieder geval eventjes mijn foundation en alles aanbrengen. En dan gaan we verder met de andere producten. Oké, de basis zit er verderop en dan gaan we nu door naar de blush. En dan ga ik voor die rozige kleur, die rode kleur, die leek me wel heel mooi. Dus ik ga het maar gewoon proberen met mijn vingers. Ik heb wel een kwastje meegenomen, zodat ik hem in ieder geval wel gewoon goed kan blenden. Maar ik ben even benieuwd wat dit nu gaat doen. Dus nou, ik heb dat kwastje helemaal niet nodig, want je kunt het met je vingers al wel mooi blenden, zie ik. Dat gaat eigenlijk best wel goed. Ik vind hem wel heel zacht, maar op zich is het niet verkeerd. Ik doe gewoon even nog een laagje. Het is toch altijd moeilijker als je... Want hij is dan nu, zoals nu op mijn vinger, is hij echt super rood. Hij heeft er weinig zin in om echt scherp te stellen. Maar ik vind op het gezicht is hij vrij zacht, wat op zich niet verkeerd is. Ik denk ook dat ik het hier nu bij ga laten, want anders dan krijg ik echt wel een heel erg intens rode kleur. En je wilt ook niet dat je het idee hebt dat je een wondje hebt of zo natuurlijk. Maar op zich door de warmte van je vingers kun je het wel mooi blenden, maar dan kijk ik nu naar deze kant. Ik weet niet hoe dat er voor jullie uitziet, maar in de spiegel lijkt hij dan veel minder mooi, zeg maar. Veel intenser, maar dat kan ook liggen nu aan het lichtval. Nog een laagje heb ik bij de andere kant ook gedaan, dus dat vind ik dan ook dat ik dat aan deze kant moet doen. Maar wat ik zeg, het blendt op zich wel goed uit met je vingers. Dus daar is op zich niks mis mee. Nou. Nee, ik vind het uiteindelijk toch wel mooi. Het is een beetje natuurlijk, het is niet overdreven. Dus ik denk toch wel dat het een goede keuze was. Ik ben natuurlijk ook wel heel erg benieuwd naar die andere kleur. Maar die ga ik later nog testen. Maar voor nu vind ik deze kleur er toch wel mooi uitzien. Dan gaan we door naar de liquid oogschaduw. En daarvoor ga ik de paarse kleur gebruiken die ik liet zien. Deze dus. Ik ben ook wel heel erg benieuwd. Ik heb wel even een kwastje meegenomen. Ik vind het toch wel mooi om heel even iets te kunnen blenden. Nou, daar gaat hij hoor. Komt ie. Oh, ja, wel leuk. Leuke kleur. Ja, het ziet er wel leuk uit. Ik breng niet overdreven veel aan, want dan ga je hem alleen maar vervagen omdat het natuurlijk vochtig is. Draai hem even dicht, pak ik even een kwastje. Dan ga ik hem heel licht toch eventjes iets meer blenden. Dan heb je ook gelijk een beetje dat natte gevoel ben je kwijt. Zo. Je moet wel snel werken, want het droogt wel als een malle. Zodra ik er met mijn kwastje overheen ga, voel ik al wel dat hij vrij snel indroogt. Oh, het is wel leuk. Het is wel echt, het sparkelt wel. Het springt er wel uit. Ja, ik vind het wel heel leuk. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind dit wel heel bijzonder. Ook op zich nog wel feestmaand waardig of zo. Ik denk vooral als je die gouden kleur zou pakken, bijvoorbeeld met de feestdagen. Ik denk dat dat wel echt van je ogen afknalt. Ja, wel leuk. Ik zal hem even afmaken met mijn eyeliner, oogpotlood en mijn mascara. En dan kunnen we even zien hoe dat eruit ziet. Maar dit vind ik voor nu wel leuk. En zo ziet hij er dan uit als hij helemaal af is met oogpotlood, eyeliner en mascara's. Ik vind het echt wel een heel leuk effect geven. Het springt er ook wel echt uit. Vooral ik heb natuurlijk mijn ogen die zakken een beetje dicht, die huid. Dus dat, ja, je ziet het nu wel echt heel erg leuk terugkomen. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Nou, dan gaan we nu de lipstick even opbrengen. Dat ding zakt helemaal uit. Ik zal jullie even iets meer inzoomen op de lippen. Want nu zie je heel erg die bril weer kaatsen. Ik ga voor de rode kleur trouwens. Dat zwart, dat probeer ik zelf nog wel een keer. Maar we gaan nu voor die rode kleur. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik ben benieuwd. Oh, mooi intens. Ja, leuke kleur. Voelt ook fijn aan op de lippen. Ik ben wel benieuwd hoe lang die blijft zitten. Maar is niet verkeerd. Ik ga mezelf even helemaal afmaken met mijn haar en zo. En dan kom ik bij jullie terug om even de collectie na te bespreken. Dus dan ben ik zo dus bij jullie terug. Zo, helemaal klaar. Dus we kunnen de collectie nabespreken. Die primer. Hij voelt fijn aan op mijn gezicht. Ik heb dus nog even goed gekeken in de spiegel met het grote licht. En toen zag ik geen glow. Dus het was niet dat ik dacht dat je heel veel van die gouden kleur zie je eigenlijk niks terug. Want dan wordt hij toch wel echt transparant. Dat vind ik op zich niet erg. Maar ik vind het wel heel belangrijk als hij gaat hydrateren. En voor mijn gevoel deed hij dat wel. Het voelde gelijk heel prettig aan op mijn gezicht. Maar ja, zou je het echt leuk vinden omdat hij die glow een beetje zou geven? Die zag ik echt totaal niet. Ik vind dat zelf niet erg. Want ik gooi er altijd foundation overheen. Maar ja, zou je echt wel een primer gebruiken en denk ik vind zo'n glow leuk. Ja, dan is die misschien wat minder geschikt. Maar hij bevalt me wel. Dan hebben we natuurlijk die blushes. Ik doe heel even dat dingetje er weer overheen voordat mijn katten er zometeen mee aan de haal gaan. Ik heb natuurlijk pas één van de twee kleuren geprobeerd en ik moet zeggen, ik vind hem er mooi uitzien. Uiteindelijk toch wel heel natuurlijk. Met zwartje leek hij wel licht, maar je kunt hem dus toch wel opbouwen. Waardoor ik nu wel denk van ja, het is toch wel een natuurlijk aangezicht. Het is niet heel overdreven. Het blenden ging ook heel makkelijk, dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Maar ik ben ook wel benieuwd naar die andere kleur, want die ga ik dus nog proberen. Maar ja, voor nu vind ik het mooie. Tenminste, die ene kleur die beviel me heel goed. Dan hebben we natuurlijk die Liquid oogschaduw. Ja, ik vond die kleur die ik heb aangebracht wel een succes. Ik vind het echt mooi staan, want het springt er toch wel een beetje uit. Ik moet ook wel zeggen dat ik die verpakkingen ook wel heel mooi vind. Maar het sprong er toch wel echt uit. Waarvan ik dacht, ja, dat vind ik er toch wel heel erg mooi uitzien. Waardoor het echt wat van je ogen afspat. Je kunt het gewoon combineren met andere oogschaduw als je dat leuk vindt. Maar ik vond het best wel een succes. Want je ziet het net iets beter als bijvoorbeeld gewone oogschaduw. Maar dat ligt er ook aan een beetje hoe je ogen zijn opgebouwd. Wat ik al zei, mijn ogen die hangen soms een beetje. Waardoor je soms het niet helemaal ziet. En waardoor ik dus altijd kies om ook aan de bovenkant oogschaduw aan te brengen. Maar het zag er mooi uit. Het ging ook niet griezen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het er na een dag uitziet. Maar dat moet ik natuurlijk allemaal nog testen. Ja, die lipstick, die rode kleur, die ziet er gewoon heel mooi uit. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Hij voelt ook prettig aan. Net wat ik zeg, ik weet niet wat hij gaat doen als ik ga eten en drinken. Daar ben ik dan nog wel nieuwsgierig naar. Want wat gebeurt er dan? Blijft hij mooi zitten? Of gaat hij dan toch wat uitlopen? Verdwijnt hij? Dus dat is iets wat ik nog allemaal moet gaan ontdekken. Maar ja, ik vind hem er voor nu wel heel mooi uitzien. Nou, die nagellakjes had ik al een beetje besproken. Dus daar hoef ik eigenlijk geen woorden meer over vuil te maken. Ik vind uiteindelijk toch wel weer dat Catrice een hele mooie collectie heeft neergezet. En ik ben blij dat ik hem heb gekocht en weer heb kunnen testen. Ik ben benieuwd wat jij van deze look vond die ik ermee gemaakt heb. Was het überhaupt een collectie die je aansprak of dacht je van nou, dat is echt mijn ding niet. Dat kan natuurlijk ook, want verschillende smaken en dat is ook helemaal niet erg natuurlijk. Maar ja, en misschien dat je denkt naar aanleiding van deze video, ik zou er nog wel wat uit willen kopen. Online is hij ook nog steeds te koop. Ik ben wel benieuwd als je er wat uit gekocht hebt, of als je nog van plan bent iets eruit te kopen, wat dan jouw favoriete product is uit deze collectie. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!